heel leerzaam. Zeker de verhalen van de twee studenten die er al zijn geweest. Want ik kan me er heel erg in verdiepen en het geeft me eigenlijk heel veel vreugde. En ik heb er eigenlijk nu nog meer zin in. Mijn doelen zijn in de VS gewoon heel veel plezier maken. En nieuwe mensen leren kennen en mijn voetbal eigenlijk verbeteren. Ik denk dat ik heel zelfstandig ben geworden. Ik was toen ik aankwam misschien nog een jong ventje daar. Waar mijn ouders nog veel voor me moesten doen. Maar toen ik eenmaal aankwam daar, moest ik zelf alles doen, alles regelen. Dus ik denk dat ik heel erg zelfstandig ben geworden en meer een persoonlijkheid ben geworden daar. King Center heeft me heel erg geholpen. Niet alleen bij het proces zelf nog in Nederland, maar ook in Amerika zelf. Waar ze altijd contact met me hielden. Ik kon ze altijd bereiken wanneer ik wilde. Ik kon ze altijd een belletje plegen en gewoon goede motiverende woorden weer voor me zetten. Of als ik dat nodig had. Dus eigenlijk hebben ze in het proces zelf geholpen, maar ook in Amerika zelf nog heel veel geholpen. Ik merkte echt dat bij King's Talent de benadering gelijk heel erg persoonlijk was, heel erg professioneel was. Valt erg goed. Ik heb er heel erg naar mijn zin. Ik zou zo weer opnieuw beginnen. Ik zou het zo weer opnieuw 3 jaar doen. Het is echt een hele vette ervaring. Ik zou het iedereen toewensen. Ik weet niet precies hoeveel awards ik heb gewonnen. Ik denk een stuk of 20 misschien wel. Zoals de slogan ook al zegt, het is eigenlijk een kans die je maar 1 keer in heel je leven krijgt. Mijn leukste ervaring daar was denk ik een wedstrijd tegen UIC. Er waren 1200 man of zo stonden te kijken bij de wedstrijd. En uiteindelijk een rivaal eigenlijk 2-1 winnen. Wat een hele leuke, spannende wedstrijd was. Dat was een heel mooi moment voor mijzelf en als team. De begeleiding van King's Talent was goed. Ik vind vooral het eerste traject waarbij Paul helpt met zeg maar contact komen met coaches, vond ik echt heel erg goed. Ga hard trainen. Doe je best op het veld, maar ga daarnaast ook gewoon heel veel leuke dingen doen met vrienden en ga er gewoon van genieten.